De arbeidsmarkt is volop in beweging. Banen veranderen, banen verdwijnen en er komen nieuwe banen bij. Het is daarom noodzakelijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In dit project onderzoeken wij de barrières die mensen ervaren om zo kwetsbare profielen te identificeren en beter te begrijpen. De barrières die wij in kaart hebben gebracht zijn onder te verdelen in microniveau-factoren en macroniveau-factoren. Onze studies laten zien dat de dynamiek tussen deze factoren complex is en verschilt voor verschillende groepen. Dit is bijvoorbeeld Tim. Hij is heel erg gemotiveerd om te leren, maar kan hier geen tijd voor vrijmaken tijdens zijn werk. Hij werkt voor een kleine organisatie, dus er zijn ook geen collega's beschikbaar die tijdelijk zijn taken over kunnen nemen. Hij is vader van een jong kind, dus ook buiten kantooruren is hier weinig ruimte voor. Dit is Lisa. Zij werkt voor een grote organisatie die veel voorzieningen biedt, maar vanwege de onveilige sfeer in haar team. En haar tijdelijke contract is zij bang haar baan te verliezen als zij tijd vraagt voor haar ontwikkelwensen. Beter begrijpen welke barrières van belang zijn voor de verschillende kwetsbare groepen helpt om leren en ontwikkelen doelgericht te stimuleren en toegankelijk te maken voor iedereen.